Oh, hier is een haai, oké. Okay. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Wordt Gespeeld Stranded Deep. Vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. En mijn held is op 4, ja, dus dat is prima, omdat vorige aflevering zijn we geëindigd op 4. Misschien ben ik ondertussen wel nog een keer gebeten door een slang. Dat zou best wel eens gebeurd kunnen zijn. En dat was sowieso niet mijn schuld. Het schijnt dat je deze in je inventory kan doen. Dus laten we dat even proberen. Bam. Ik vind het geluid dat onder water maakt. Dit. Bonk. Ho. Ja, deze kun je oppakken. Prima. En tot hoever stekken die? Er waren er 5. Ik ben er al eentje kwijt. Daar is de laatste. Het zal vast ook craftable. Het is zo niet craftable. Dus zo moet je vinden. Nee, mag ik niet oppakken. We hebben namelijk een nieuwe missie. Het vlot groter maken. Omdat dan het bed er beter op zou. Waarschijnlijk blijft dan het bed er beter op gaan. Oké, okay, wat vinden we hier? Nog zo'n propeller ding. Carburetor. Wat zit hierin? Een pijl. Ken ik ook al. Saai. Adem komen. Ja? Of dat kan. Nee, pas niet. Oké. Okay. Nog meer dingen die we kunnen duiken hier? Volgens mij niet. Ja, dus ik ben nog op een slang gaan staan. En toen was ik 3 hartjes. En nu ben ik 4. Dus ik ben echt daadwerkelijk aan het healen. Maak je geen zorgen. Het ziet er nou uit dat als we gewoon vandaag even een rustige aflevering doen. Dat het helemaal goed gaat komen met onze health. Slangen zijn trouwens best wel makkelijk om op te gaan staan. Dus niet zo moeilijk. Hoef je totaal niet de beste voor te doen. Kijk eens naar mijn inventory. Ik heb echt alle kokosnoten. En ik heb ook wat gegeten. Hier maak ik van die stapeltjes. Gaat vanzelf. Oké, okay, laten we aan de zijkant wat. Want hij wiebelt een beetje te veel aan de zijkant. Vlot trilt een beetje raar. Maar oké, okay. Crafting. Vlot. Basis. We hebben 2 lashings nodig. En die hebben we helemaal niet. Hoor je dat? Een spannende muziekje van een haai. En dat is een probleem, omdat we hebben 5 boeiballen nodig. En ik heb er maar 4. Hallo? Niet vandoor gaan. Ja, maar ik heb wel een flare gun bij me. Die zou wel moeten helpen tegen haaien. Even kijken, wat kunnen we verder nog doen? En we hebben dus die lashings nodig. Dus ik moet nog even teruggaan. Even kijken of dat gaat zonder een haai tegen te komen. Ik pak even die laatste boeibal. Oh, hier is een haai. Oké. Okay. Zou die mij gaan aanvallen? Hij lijkt niet zo gevaarlijk. Hij is ook niet gevaarlijk, dat scheelt. Ik heb het gevoel dat ik hem wel kan hebben, maar ik heb maar 4 hartjes. Ja, ik durf het toch niet. Het gaat toch, want ja, we zijn al zo lang bezig met overleven. Dat het een beetje stom zou zijn om voor het doden van een haai dan te verliezen ofzo. Nee. Laten we dat niet doen. Ik heb ondertussen de lashings en de laatste boeibal. Ja, dus we kunnen ons vlot een beetje groter maken. Basis, boeibal, craft. Nee. Hier zo. Hier aan de zijkant. Nee. Oh, je hoort de spannende muziek nog steeds. Het vlot moet misschien een beetje. Ja, een beetje opschuiven. Nog een stukje, dan zie ik het wat beter. Wat is dat? Ah, oké. Okay. Base, boeibal, craft. Kom op, dan moet het gewoon. Dan. Dit is, ik krijg weer zo'n crafting systeem dat je zoiets hebt van je. Oh, dat is wel echt een grote haai. Oh. Waar is mijn boog? Met boog durf ik het wel. Heb ik hem hier laten vallen? Ja, prima. Oké, okay, laat die boeibal dan maar even hier liggen. Boog. Heb ik, ja, 20 pijlen. Oké. Okay. Oké, okay, een beetje hoog punt zoeken.
Waar ben je dan? Kun je onder water met pijl en boog schieten? Waarom niet? Ik vind het wel. Ho! Oh ja, hij wil echt... Kom maar eten dan. Maar ik kan niet schieten omdat ik zwem. Misschien moet ik hierop gaan staan. Nee, ik ben te diep in het water. Misschien kan ik hem lokken naar een steen die in het water staat. Kijk, is hier nog een steen die in het water? Ja, hier is een beetje. Of hiervoor? Hierop staan? Ja, dus hier. Waar is de haai nu? Hem daar? Oh man. Ja, ja, daar is die. Kom dan. Spannend muziekje erbij. Oh. Het is moeilijk te zien dit, zeg. Oh ja, nu, kom. Hè? Zwom je nou onder mij door? Dan kan hij me straks ook bijten hier, dat zou raar zijn. Waar is hij dan nu heen? Dit is me af. Oké, ik geef het op. Want volgens mij heeft hij het opgegeven. Dat is prima. Maar het is wel een beetje jammer. Ik had wel gehoopt dat we een haai konden killen. Want die hebben we nog niet geproefd. Oké. Okay. Probeer nog eens een keer dit te baren. Het is pas de derde keer dat we het proberen. Maar zo. Hoppakee. Nee, we komen ook even kijken wat ik aan het doen ben. Nou, als dit makkelijk was geweest, dan hadden we het er al aangezeten. Ja, ik had gewoon moeten klikken daar. Maar ik ben zo bang dat ik het op de verkeerde plek vastmaak. Dat is iets wat ik echt niet wil. Oh, daar gaat het bed. Het bed deed een salto. Dat is waar. Come on, misschien als ik hier ga staan. Dat hier dan. Ja, bam. Kijk eraan. En nou drijft hij beter die kant op. En nou is het bed ook echt helemaal weg. Misschien wil ik even zo'n hoop takken bundelen. Hoeveel takken moet je dan bundelen? B6 takken 15? Ja, dag. Dat ga ik niet bij elkaar sprokkelen. Ik hoop dat ik het bed nu kan meenemen. Til het bed op. Alsjeblieft. Roar. Kom op zijn kop leggen. Ligt hij dan steviger. Ik hoef hem alleen maar mee te nemen. Ik hoef hem niet echt... Ja, oké. Okay. Hmm. Ik vind dat het ziet eruit als een heel licht bedje, maar heel, kijk man, heel het vlot gaat helemaal in de war. Oké, maakt niet uit. We gaan op naar het volgende eiland, laten we dat doen. Ik ben al veel te lang op dit eiland, want de emmers hier zijn op verder. Ik heb nog niet besloten waar we... Wat is dat nou? Waar we naartoe gaan. Maar misschien zijn hier wel gele dingetjes in de verte en dat is natuurlijk altijd interessant. Meestal betekent dat dat er iets is dat je kan openmaken of zo. Maar dat is dan wel echt flink in de verte. Huh? Oké, okay, nee, het ziet er goed uit. Ja. Oké, okay, we gaan varen met het bed. Kijk hoe dit gaat. Ja, eigenlijk even het kompas erbij. Wacht even. Stap af, kompas. Yep. Oké, okay, ik heb een beetje een afwijking naar... Ik stuur nu niet, hè. Maar het kan misschien zijn omdat hij vast zit op het zand hier. Zakt hij dan nog verder zo meteen? Dit gaat nooit lukken volgens mij. Dit bed weegt echt 100 kilo. Wat een onzin. Hoe kan dat nou?
Oké, en als ik nu vaar... Ja, dat gaat hem niet worden, joh. Oké. Nou, ik heb het bed wel bij me. Oh. Oké, we gaan wel daar naartoe. Het ziet eruit als 140. Goed genoeg. Ah, elk eiland... Oh. Ik moet de andere kant op sturen, sorry. Oké, stuur, 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 stuur. Kan ik nu rechtuit varen? Ik moet wel af en toe mijn adem even inhouden. Blop, blop. Hop. Maar, oh, dikke leg spike. Wat zien we hier aan de hand? Oh, hij is die island aan het inladen. Zo, hallo, lukt het? Wow, dit is echt een huge island. Echt een huge island. Oh. Dat we nog niet zijn gezonken. Oh, oh. Dat we nog niet zijn gezonken, joh. Dus als er een keer, oh, oh, een goede golf komt, dan slaan we om. Wat ik me afvraag of dat echt kan met zo'n boot. En belangrijke vraag, hoe krijg je hem dan weer goed? Oké, wacht. Voordat ik het vergeet, moet ik het even opschrijven. Dit lijkt een soort mengeling van biomes. Oké, 140. Zo. Geslaagd. Ja, als we nog meer dingen kunnen vinden om hier... Oké, wacht. Voordat we verder gaan, laat ik hier gewoon wat spullen droppen die ik niet denk nodig te hebben. Ik zet hem even aan. Zo, dan kan ik het goed terugvinden. Ik kom pas mijn corpus nodig als ik weer met het vlot ga. Sowieso eventjes gewoon wat dingen op de grond gooien. Dan hebben we wat inventory space. Wat pijnlijk wordt net kwijtgeraakt. Oké, goed genoeg. En is dit een andere biome? Volgens mij niet. Alleen het is wel echt een huge island. Echt een huge island. Ik heb ondertussen wel het gevoel dat ik hier al een keer geweest ben. Maar dat ligt meer aan het spelletje natuurlijk dan aan mij. Het ziet er nog vrij... Ik zit wel te kijken of ik dingen zie die ik misschien gedaan heb. Bijvoorbeeld afgehakte bomen of zo. Of omgehakte bomen heet dat in Nederland. Sorry. Omgehakte bomen of zo. Of misschien hoopjes van gestrand hier te spullen. Liep ik net langs een emmer zonder dat het me opviel? Nee. Ik begin een beetje emmer... Als ik slaap zie ik echt allemaal emmers zie ik zo zweven. Pak mij. Ik ben een emmer. Nou, tot zover lijkt het alsof hier nog niks is geweest. Oké, er is een container. Ik denk niet dat... Ik heb nog niks gevonden in een container dat ik echt wilde hebben. Sterker nog, volgens mij elke container die ik had was echt leeg. Maar dat betekent niet dat ik deze niet ga openen. Twee containers zelfs. Wat is hier aan de strand? Gewoon door die stenen, maakt niet uit. Die containerdeuren zijn wel echt heel nice als je ze eruit slaat met een hamer. Dan kun je echt een nice... voor je baas is dat echt wel tof. Het is alleen een beetje, ja, tegen waarom heb je überhaupt een basis? Je kan alles op het strand leggen. Ik vind dat hier wel een emmer moet liggen. Dat vind ik. Maar dit is, van afstand lijkt een emmer een beetje op een steen. Dat is misleidend. Nee, oh nee, een steen. Is dit een? Oh nee, het is een steen. Oh. Oké. Wat zit in deze container? Niks, maar het is wel lekker droog. Het is gewoon een huis. Van een kant-en-klaar huis. Dat is wel luxe. Maar niks voor mij. Nee. Ik heb al een huis. Ik heb al een strandtoren. Ik begin het wel een beetje te missen, die oude basis. Oh, hier zijn ook zwijntjes. Hallo. Ik zou er wel verder aan willen bouwen. Maar we zijn echt een end van huis. Dus het duurt ook wel even voordat we daar weer terug zijn. En daarom vind ik ook dat we echt eerst goede spullen moeten vinden voordat we weer naar huis gaan. Omdat, ja, anders is het allemaal voor niks geweest. Dat is natuurlijk een beetje flauw. Wat zijn die schemering toch de hele tijd? De schaduw flikkert een beetje. Wat is dit? Young Palm Tree. Oké, tijd om het licht aan te doen. Nou, het beste wat ik nu echt zou kunnen vinden is gewoon meer emmers. Maar ja, het is een beetje flauw om daar heel de tijd over door te gaan. Ik denk dat ik gewoon nog even wat eilanden ga bezoeken. Ik denk, ja, als het bed het toelaat tenminste.
Oh, dat is zo raar. Ik denk dat hij er wel gaat afvallen op een gegeven moment, maar... Zolang het nog niet gebeurd is, dan laat ik hem gewoon op het vlot staan. Omdat het wel echt heel makkelijk is met 7. Hoe gaat het met onze stats? Oké, tijd te drinken. Oh, ik heb helemaal niet gekeken naar fruitbomen op dit eiland. Dat had ik eigenlijk wel even moeten doen. Right, ik denk dat ik gewoon eventjes hier dan nog een rondje loop. En laat ik zo meteen wel zien wat ik allemaal gevonden heb. Oké, ik zie hier iets wat een beetje van die spinnenwebben op het water. Dus dat is altijd even een goed moment om even te gaan kijken. Oeh, ik kan helemaal niet zoveel ademhalen. Oké, er zit hier daadwerkelijk een wrak, maar ik zie geen kistjes. Hier misschien. Volgens mij zag ik er één. Ja, oké. En ik zag ook al een volgend spinnenweb net. Flaregun? Ja, die stekken volgens mij toch? Ja. Huh? Oh, wacht, ik had een flaregun bij me, maar die ligt ergens verderop. Ik dacht dat ik... Oh, zag ik het? Ja, het is een beetje met die golven. Nee, ik zie het niet meer. Ik dacht dat ik nog een plek zag om te duiken. Maar dat is niet het geval. Ik heb het eiland was ongeveer leeg geplukt. Ik heb een paar keer overheen gelopen, maar ik zie niet echt veel meer. En wat me ook opvalt is dat er totaal geen fruitbomen zijn. Of totaal geen? Ik heb ze niet kunnen ontdekken. Dus kennelijk is dat wel iets om op te letten. Het is niet echt een... Oh, wacht hier. Ja, ik ben leeg naar... Dat mag je best wel weten. Nom, 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 nom. Nou, het valt me mee. Ik had denk ik gewoon een stukje waar het laat maar. Vergeet wat ik gezegd heb over fruitbomen. Zo, hoe gaat het met stats? Oké-ish. Niet goed. Het zou wel echt iets beter moeten gaan. Ik moet eigenlijk eventjes gewoon full health zijn en dan... full health, gewoon full stats en dan slapen. En hopen dat mijn leven zo'n beetje terugkomen. Want sinds dat ik met die slangen ruzie heb gemaakt. Dat we eigenlijk elkaar proberen dood te maken. Dus is misschien een betere verwoording. Ben ik niet meer de oude geweest. Ik heb geen idee hoe hij zich voelt. Oké, dus het eten en drinken is vol. En dat is nu gewoon een kwestie van wachten, denk ik. Totdat ik weer full health ben. Laat ik hopen dat het zo werkt. En ik heb nog wat spullen lopen jutten. Laten we daar even naar kijken. Nee, dan zie ik niet wat er gebeurt. Ik heb namelijk wat van die planken en dat scrap wat ik net oppakt heb opgepakt. En nog wat van die zeilen. Ik geloof niet dat ik er zoveel ga doen met die zeilen op dit moment. Maar laten we even teruggaan naar het schip. En laten we dan... Oh, daar ligt er nog eentje. Ik verzamel ze gewoon allemaal. Een beetje het principe, maar... Ik wou dat ik een soort superboot kon maken. Of dat ik ervoor kon sparen. Dat zou echt vet zijn. Het zou wel tof zijn als ze dit spel een crossover zouden maken met 7 Days to Die ofzo. Ik wil dat je echt gewoon... Dat je wel kan mijnen en dan misschien ook een oven of zo om je erts te smelten. Dat je dan echt gewoon verder kan proggen. Ja, oké. Oké, ik heb van die houten plank. Ik denk dat die het meeste drijven. Maar ik vraag me af hoe dat gaat. Ja. Dus, als we nou wat floors maken van... Oh, dat kost 2 van plank scrap. Oké, prima. Bam. Gaat het dan meer drijven? Volgens mij niet. Maar maakt het echt geen donder uit. Het ziet er wel stoer uit. Wil ik dan voorop van die... Corrugated scrap. Ja. Oh, wat? Oké. Kennelijk heeft het vlot er niet zo'n zin in. Maar we gaan gewoon door. Gewoon meer van die vloer erop knallen. Snap, waar is mijn bed nou? Hallo? Is mijn bed... Is het hier ook heel diep zeker? Oh nee, het valt mee. Zag ik nou mijn bed daar? Even... Oh, en een haai, ja, tuurlijk. Nee, joh. Kan ook nog wel bij. Net op het moment dat ik denk van... Oh, nu heb ik lekker gedronken en gegeten. Ik ga lekker slapen. Bam. Vlot flip. Oh, wacht. Nee, die moet ik eerst even bij me houden. Dit even droppen.
Ja, ik heb nu wel een flare gun in mijn hand. Dat is misschien een beetje gevaarlijk. Oké, op zoek naar het bed. Oh, is dat... Oké. Hoe laat is het? Nee. Oké, laat ik het proberen weg te jagen, want ik wil wel dat bed hebben. Ik zou ook gewoon een nieuw kunnen maken. Zoals verstandige mensen zouden doen. Weet je wat, als die haai nou gewoon dat bed wil, laat hem lekker dat bed hebben. Ik maak wel een nieuwe. Het spijt me. Voor mij zul je geen last meer hebben, meneer de haai. Ja, ik ga even een nieuwe bouwen. Maar dat ga ik wel doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Maak in ieder geval... Weet je, het voelt een beetje gek, want... We zijn toch telkens van eiland naar eiland aan het gaan. En je denkt van, nou oké, dat is toch weer hetzelfde. Maar er gebeurt toch telkens weer iets anders. Dus ik ben er blij mee. Ik ga nog even mee door. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je het ook een leuke aflevering vond, laat dan alsjeblieft een like achter. Geef tips in de comments. Misschien heb je zoiets van, misschien moet je dat gaan verkennen. Of even hiervoor sparen, weet ik veel wat. Dat hoor ik graag. En ik hoop je allemaal te zien in de volgende aflevering. Tot ziens!